Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag ben ik weer terug met een Weekend League recap. We hebben een degelijk weekend gedraaid. We hadden nog kans op top 100, dus jullie gaan aan het eind van de video horen of ik dat daadwerkelijk heb gehaald. Zoals jullie misschien wel weten ben ik genomineerd voor de jonge 100 in categorie sporters. Dus dat zijn 18 tot en met 25-jarigen en de soort van beste, leukste sporters in Nederland. Frenkie is genomineerd, Miedema is genomineerd. Donny van de Beek is genomineerd. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten en ik zou het heel erg waarderen als je op mij stemt. Maar los van dat, let's go naar de recap. Oké, jongens, en daar begonnen we tegen dit team. Hij had best wel een decent team, Son en Mbappé, Neje. We gingen op dit moment 21-0, we waren ongeslagen, dus dat is heerlijk. Meer kan ik er niet van maken. We speelden goed op zich. We hebben niet slecht gespeeld. Hier begon Ronaldo Lima. Heel sterk aan de bal. Hij verkloot hem. Hij paast hem met mijn voetjes. Dalglish rond hem af. En jongens, Dalglish. Koop hem niet. Dat is alles wat ik je wil vertellen. Die man, hij kan goed afmaken. Dat is één. Daar heb ik niks over op aan te merken. Maar hoe hij dribbelt is zo ontzettend slecht. Misschien hebben jullie het zelf ervaren dit weekend. Maar vrijdag gameplay was ontzettend traag. Was heel slecht. Zondag gameplay was next level. Ik zweer het, jullie gaan het in de 30ste pot zien. Hoe slecht de gameplay was. Dat er allemaal rare dingen gebeurden. Jullie gaan het wel in meer potjes zien. Maar daar wil ik niet te veel over zeuren. Jullie gaan het straks allemaal zien. Op dit moment gingen we 22-0. Eerste pot hadden we gewonnen. Tweede pot weer tegen Ben Yedder, Nash, Mbappé, Dembele. Veel mensen met 5-star weakfoot, 5-star skill moves. Dus dat is altijd kloten. Ik ben altijd banger voor 5-star weakfoot dan 5-star skill moves. En oprecht, Dalglish kan beter verdedigen dan dribbelen. Ik heb het een paar keer in mijn stream gezet, zoals hier. Scoorde ik er ook weer door. Dalglish kan niet dribbelen. Ik heb het net gezegd, vooral in deze gameplay. Ik weet niet of het aan de gameplay lag. Of aan Dalglish zelf. In ieder geval, ik ga hem verkopen. Ik ga Cruyff ervoor terughalen, denk ik, na de rewards. Ik heb uit mijn pre-order pack heb ik Griezmann weten te krijgen. Dus die was 170k. Deze tegenstander was best wel goed. Hij kwam hier ook op 1-1 en ik kwam al een keertje goed weg. Hij was goed met skill moves, et cetera. Maar hier ben ik heel rustig gebleven. Dit deed Dalglish wel als een van de weinige dingen goed in deze video. Hij scoorde hier een hele lekkere goal. Het enige wat ik niet begrijp is dat ik nog wel veel meer goals met Dalglish dan wedstrijden heb. Terwijl ik dat bijna nooit met een nummer 10 heb. Dus hij blijkt toch iets goeds te doen. Maar ik vind hem niet super. Dan wil ik weer terug naar mijn MVP van dit weekend. Ronaldo Lima. Het is eigenlijk wordt het standaard dat hij mijn MVP is. Zelfs in deze gameplay. Hij glitch langs mensen. Hij zet mensen aan de kant alsof het niks is. Het is een beest. Hij heeft 89 strength. Hij maakt alles af met beide poten. Hij is gewoon heel goed. Hij heeft een driehoek op zijn hoofd. Ja, wat wil je nog meer? Gullit, andere MVP. Zelfs in deze gameplay is Gullit heel goed. Aan de bal is hij dan wel echt best wel matig, wil ik niet zeggen. Hier trouwens Ronaldo die er weer lang klist. Matig wil ik niet zeggen, maar aan de bal. Hij dribbelt toch heel veel fijner als de gameplay snel is. En zoals ik net zei, zondag gameplay was echt next level traag. En jullie gaan het straks zien, want ik ga het verklappen. Ik verlies straks een potje. En hoe... Ik kwam dus 1-0 achter door een beetje een iets wat rare goal. Gaan jullie allemaal zien. Maar ik stuurde Gullit 1-1. En zo raar dat hij... dat hij hem zo aannam, zeg maar. Maar hier wel de goede composure van Dalglish. Goede goal. Want een paar mooie goals ertussen zitten. We waren erg rustig gebleven. Weer een Jantje hier. Goede goal van hem. 3-1. Uiteindelijk hadden we deze pot ook gewonnen. Dus waren we uitgekomen op 4-1. Hadden we gewonnen. 24-0. Nog 6 te gaan, jongens. Ik heb net al verklapt dat ik er 1 heb verloren. Voor de rest heb ik dit weekend niet heel veel gedaan, moet ik zeggen. Ja, ik ben weer naar mijn vriendin geweest. Het is ook eigenlijk een beetje standaard. Maar hoort er allemaal bij. Voor de rest heb ik veel potjes gespeeld. Zaterdag heb ik gewoon een beetje gechilled. Bezig geweest met YouTube. En ik moet zeggen, ik wil jullie ten eerste hartstikke bedanken voor alle mensen die in mijn stream waren gisteren. We hebben een nieuw personal record bereikt. Namelijk 3500 live kijkers in één stream. En dat was gewoon gruwelijk. 1400 subs erbij op één dag. Zoals je in de teller kon zien, zaten we op 26 punt nog wat in het begin. En ik streamde voor deze stream, streamde ik pot 11 tot en met 20. En toen had ik begonnen we op 26.000. En als het goed is zitten we nu op 27.4k. Dus het gaat echt enorm snel en daar ben ik jullie enorm dankbaar voor.
Je ziet het ook bij Aristote, die stopt er heel veel werk in. En je ziet dat hij heel erg gedreven is. En ik wil ook wel zoveel uploaden, maar ik wil ook beter worden in FIFA. En me focussen op andere dingen, dus ik upload niet zoveel. En ik respecteer dat heel erg bij Aris. Ik vind zijn gedrevenheid echt hard gewoon. Je ziet het ook aan zijn sub, 36,5k of zo heeft hij nu. Is echt gruwelijk. Maar dat van mij gaat ook gewoon als een sneltrein. We zitten dus nu op 27,4, 30k is in zicht. Oprecht denk ik dat we eind deze maand gewoon 30k hebben. Het is nu de 18e. En misschien dat we binnen 12 dagies 2,6k erbij hebben. Dat zou wel gruwelijk zijn. Maar los van dat, we gaan weer terug naar de gameplay. We hadden weinig rage quits. Zoals je linksboven kan zien, 8 rage quits uit 25 wins. Dat is echt dramatisch. En hier een hele zieke vrije trap. Let op, let op. 6-0 gewonnen. Oké. Vrije trap, gek compleet mis. 26-0. Hier komen we tegen dit team. Best wel een goed team weer. Maar dit vond ik echt heel erg jammer. En let goed op. We zitten trouwens op 27k hier. Bij de 26e of 27e pot. Let op. Hij had al op start gedrukt. Hij wilde dus race quit omdat hij mijn team zag. Hij scoort de 1-0. En hij besluit door te spelen. Dus ik, 2 minuten later, een beetje vanaf kick-off zelfs. Hele goede goal. Nou ja, Ronaldo valt hier een beetje raar. Gullit maakt af. Ik laat de clip even afspelen. Gullit, lekker aan het celebraten natuurlijk. Goaltje geprikt. Ik laat de goal nog even zien aan mijn kijkers. Gullit scoorde. Hij neemt de aftrap. Hij drukt op pauze. En hij lieft. Dit is triest. En ik zei hierna, let op, nu kom ik tegen een fenomeen. Ik scan dit team. 5 icons. De bruine in vorm. Bayetta wants to watch. Mbappe. Rode Walker. Rode Semedo. Joe Gomez SBC. Een heel goed team. Maar de gameplay in dit potje was zo ontzettend traag. En we beginnen hier met een hele goede paas op Mbappe. Maar kijk hoe hard hij wordt vastgehouden. Terwijl die 97 pace. Hier wil ik schieten. En hij legt hem automatisch voor zijn linker neer. Waardoor er zo'n kutschot uitkomt. Terwijl hij eigenlijk... wilde ik hem natuurlijk voor zijn rechter hebben. Hier met Dalglish. Ik draai goed weg. Slecht schot. Van de Sar red. En let op dit. Vanaf mijn kick-off. Ik verkloot de bal. Nainggolan is te slap voor Mbappe. En hij struikelt een soort van. Hij kan gewoon doorrennen. Ik zag dat Cancelo te traag was om hem bij te houden. En hij schiet in de korte hoek. Schiet hij hem erin. Hij gaat ook nog naar de camera lopen. Hij schoot een korte hoek erin. Nou, jongens, sorry. Maar hier, Dalglish. Kijk deze aanname. Die aanname. Wat gebeurt er? En kijk, deze aanname van Ruud. Ik wil één klein tikje aannemen. En hij neemt hem 3 keer aan of zo naar voren. Waardoor ik weer de bal kwijtraak. Uiteindelijk 1-0 verloren. Helaas gingen we 26-1. Als die gast nooit had geragequit bij 1-1. Hadden we nooit tegen deze gast gematcht. Het is allemaal te ver gedacht. We hadden hem gewoon moeten winnen. Het was een 50-50 pot die we hebben verloren. En hier kwamen we 1-0 voor. We wilden natuurlijk alsnog 29 halen. Want met 29 kan je top 100 halen. Dat is me vorige week ook gelukt. Hier kwamen we 2-0 voor. Dat was weer een best wel makkelijk potje. En eindelijk. Hier goede dragback trouwens. Eindelijk iemand die was geragequit. Duurde zo ontzettend lang. 3-0. Eindelijk iemand die was geragequit. 9e ragequit van dit weekend. Dit weekend duurde dus best wel lang voor mij. Om alle potjes te spelen. De eerste stream op zondag duurde 3 uur 12 minuten. En de tweede stream ook iets van 3 uur. Deze man ging ook 18-1 of zo. Jules 1, 2, 3. Ook best wel een goed team. Had het zeker heel lastig tegen hem. Maar ik was natuurlijk ook een beetje down van die lose. Ik kwam al snel op 1-0 voorsprong door Ruud Gullit. Maar los daarvan. Weer zo'n aanname van Dalglish. Dat wil ik dus laten zien jongens. Koop hem niet. In draft heb je hem misschien wel eens gebruikt en denk je, hele goede speler. Als je hem in Weekend League gebruikt, hij is echt mokerslecht. Je kan beter even 3, 4, 500k doorsparen voor een Cruyff. Want die gaat je waarschijnlijk veel meer bezorgen. Heeft ook nog gewoon 50 skill moves, dus die is veel beter dan Dalglish, dat weet ik 100% zeker. En heeft gewoon 4 of 5 meer dribbeling en dat merk je zeker. Hier zie je, skill moves van mijn tegenstander. Ik werd helemaal doodgemaakt en ik kon niet switchen. En de rebound. Ik kom hier heel, maar dan ook heel goed weg. En hier, in de verlenging, blijven we heel rustig met Ronaldo Lima. Ik zei nog op mijn stream, waar moet ik heen dan? En toen kwam deze aanval. Ik stuur Ronaldo Lima diep. Daar moest ik heen. Ik draai terug en Ronaldo Lima maakt dit natuurlijk af. Het is altijd Ronaldo Lima, als ik het lastig heb, die het voor mij opraapt, die voor mij scoort.
Waardoor ik ga winnen. Maakt niet uit. Gul het hier 3-1. En nu had ik nog één helftje te spelen in de verlenging. Dan weet ik dat ik het niet meer weg ga geven. Ik was al blij genoeg dat ik deze wel had gewonnen. Hier een diepe bal op Ronaldo Lima. Zijn keeper is gestuurd. 4-1. En uiteindelijk winnen we deze ook met 4-1. 28-1. We hadden nog één pot te gaan. Of we wonnen zelfs met 5-1. Nog één pot te gaan. Of tegen dit team. Best wel een goed team. Rode Mbappé. Goed. Goed is anders. Hij was Saint-Maximin. Dembele. Hij heeft wel weer Ben Yedder. Maar dit is een hele goede goal. Ik shield met Gullit hier. En ik shield opnieuw hier met Ronaldo Lima. En ik kom hier 1-0 voor. Hij heeft van die vage netten, losse netten of zo. In ieder geval 1-0 voor in deze pot. En hier, hele mooie actie met Mbappé. Helaas op de paal. Maakt niet uit. We gingen gewoon rustig verder. Hier hadden we een hele mooie kans met Kenny Dalglish. En die maakt hem natuurlijk gewoon af. Dat is het enige wat hij kan. Hij kan heel goed afmaken. De rest lukt nog niet zo goed. Maar kijk dit weer. Dit wil ik graag zien. Hij wordt getackled. Hij wordt getackled door de lucht. En je gelooft het. Je voelt het natuurlijk al aankomen. Hij scoort erdoor. Frenkie met 66 shooting. Ik moet zeggen, die had hij ook wel af mogen maken. Maar die Gullit die daar op zijn smoel gaat, dat gaat helemaal nergens over. Jullie gaan de tweede goal straks ook zien van hem. Ik kwam hier nog wel 3-1 voor gelukkig. Maar kijk dit. Ik pak hem af met Cancelo. Nou ja, ik wip hem over hem heen. Ik wil pasen. Hij gaat hier door 1-1. Ik stop dan met spelen. Gelukkig miste hij, maar uit de corner. Hij paas op Frenkie. En je raadt het al. Frenkie scoort zijn tweede goal. Zo raar gewoon. Aan die twee goals kan ik allebei gewoon helemaal niks doen. Misschien had ik bij de corner beter op kunnen letten. Maar kijk hoe hij die corner krijgt. Hier gewoon goede actie van hem. Slecht verdedigd. 3-3. Deze man ging ook nog gewoon 18-1 of zo. En ja, ik had het gevoel dat hij helemaal niet zo goed was. Maar ja, toch had ik het lastig. Ik speelde natuurlijk helemaal niet meer serieus. Ik had er weinig zin meer in. Omdat ik al die ene pot had verloren. Hier bleef ik heel kalm. Ronaldo Lima met een goede actie op Nash, op Douglas en afmaken. Zoals ik al zei, kan die wel als de beste. 4-3 voor mij. En hier, kijk dit. Ik pak hem af en kom weer bij hem terecht. En goal. 3 goals waarbij ik gewoon niks kan doen. En hier weer met Cancelo. De gameplay was heel raar dit weekend, jongens. Ik weet niet of jullie hetzelfde hebben ervaren. Gelukkig in de 88ste minuut kom ik hier. Met een mooie actie. Ronaldo Lima maakt hij natuurlijk weer af. Het is weer Ronaldo Lima. En ik loop lekker nu ook naar de camera. Ik was er helemaal klaar mee. 29-1 toch nog weten te halen. 5-4 gewonnen. Stond op dit moment 53ste. Helaas hebben we het niet op skill rating gered. Waren 88 mensen met 30-0. Zegt eigenlijk al genoeg. Is veel te veel. Slaat helemaal nergens op. 88 mensen. Op zondagavond waren er nog 20 mensen met 30-0. Maandagochtend 88. Dat zegt al genoeg hoeveel mensen op de zondagnacht spelen. Ik vind het nergens op slaan dat zoveel mensen dat hebben. Ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Zelfs met 29 zit je tegenwoordig bijna nooit meer in de top 100. Vorige week had ik dan een gelukje. Maar helaas jongens, 30 wist ik niet te halen. 29 wel, geen top 100. Ik wil jullie wel hartstikke bedanken voor het kijken. Drop als eerst even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Zet je notificaties aan, want dan mis jij niks. Ja, that's it eigenlijk. Stem even op mij in de Lenevo voor Jonge 100. Zoals ik in het begin van de video zei. Linkje staat in de beschrijving. En dan wil ik jullie nogmaals hartstikke bedanken voor het kijken. En dan hoop ik dat ik jou weer de volgende video terugzie. Later.